Bos tot 6, de middagshow. Bij ons in de studio is Sandra Zoutsen. Want zo schrijf ik het en zo spreek ik het in het Nederlands uit. Maar in het Kerkraad, want ze komt uit Kerkraad, is het Zoutsen, toch, Sonja? Ja, klopt. Schön dat ze hij best. Hoi. De van het plat of de van het Hollands? Maar ABN doen, denk ik. Hè? Doe maar liever Hollands. Oké. Okay. Sonja, je bent er niet zomaar. Je hebt je dochtertje meegenomen. Ja. Mirne, hoe oud is Mirne? Mirne is 7, worden voor maandje 8. Wauw. En met een ijsje kwam ze hier binnen. Hoe mooi is dat, hè? Fantastisch. Ja. Alleen de reden waarom je hier zit is eigenlijk wat minder fijn. Want heel plat uitgedrukt en simpelweg voor de mensen die denken... ik weet bij God niet wat over gaat. Heeft Mirne eigenlijk een chronische blaasontsteking? Daar zijn moeilijke woorden voor. Ja. Ze is 7, bijna 8. Jong meisje, blaasontsteking, chronisch. Ja, ja dat moet eigenlijk niet zo zijn, denk ik. Nee, ja, ze heeft er al last vanaf de 4e. Dus ja, goed, het begint met 1 blaasontsteking, 2e. En uiteindelijk is het dan met de 7e chronisch. Mm-hmm. En hoe werkt dan zoiets? Want ja, je gaat natuurlijk naar een dokter. Een dokter zegt, hey, dat is niet normaal, dat kan niet. En dan? Want dan moet het verder natuurlijk, als het niet opgelost wordt. Ja, dan krijg je dokter nummer 1, de kinderarts. En die doet ook allerlei onderzoeken, testen en dergelijke. Geeft inderdaad in het ziekenhuis ook allerlei opdrachten... om nare onderzoekjes uit te oefenen. Mm-hmm. En ja, als die er niet meer uitkomt, dan ga je naar dokter nummer 3. En dat is dan een kinderuroloog. Die doet weer andere onderzoekjes. Mm-hmm. Ja, en dan is het zoekende naar wat de oorzaak is. Maar het wordt en niet hoe opgelost. We het kunnen... Nee, het wordt gewoon niet opgelost. Omdat we niet weten waar de oorzaak is. Dat is het eerste. En ja, het tweede, de bacteriën zijn gewoon resistent geworden... door mm-hmm. het gebruik van alle antibioticum. Dus, antibioticum is natuurlijk goed, maar ja, je ziet wel, het kan ook tot dit leiden dan. Ja, ja, antibioticum is goed op diverse punten, maar het neemt natuurlijk ook de goede bacteriën weg. Dus ja. Op dat punt, ja, het heeft veel bijwerkingen, dat ook nog eens. Mm-hmm. En als het probleem oplost, dan was het goed. Maar dat is dus helaas niet zo. Nee. Nee. En dan zegt een dokter opeens, ja, mevrouw Zoutsen, ik weet het niet meer. Het is klaar, het houdt hier op, denk ik. Nou ja, goed, het is van, ze gaat maar preventief aan de antibioticum... in de hoop dat we die bacterie de kop in kunnen blijven drukken. Mm-hmm. Dus, maar daar, daar neem je natuurlijk niet genoegen mee, dus je bent verder gegaan. Wat ben je gaan doen toen? Ja, ik was toch een bezorgde moeder en ik denk die dieren die gaan toch wel uiteindelijk kapot door het vele gebruik van het chronische antibioticumgebruik. Mm-hmm. En ja goed, als ze dat alleen maar blijft nemen, dan wordt ze alleen maar resistenter voor andere dingetjes. En dat heeft mijn vraag toch doen opwekken, wat is er als alternatieve manier... En op de antibioticum om haar toch goed te kunnen behandelen. Eventueel zelfs beter te kunnen behandelen. Mm-hmm. En dus, Google biedt dan uitsluitsel? Soms wel, ja. Dus ja, goed. Google weet heel veel. Zo ook dit. En daarop ben ik op een heel mooi alternatief gekomen. Weliswaar in het buitenland. Ze zijn er in Nederland wel voor bezig. Om de bacteriofagen naar Nederland te krijgen. Mm-hmm. Maar dat is nog een hele lange weg die Nederland en omliggende landen te gaan hebben. Want bacteriofagen zijn virussen die je als het ware op de bacterie zet... en die zich binnendringt in de bacterie en de bacterie laat exploderen. Uh-huh. En antibioticum vecht een bacterie van buitenaf aan... Het is geen geneesmiddel, het is een virus wat je op een bacterie zet. En daarom moeilijk hoe je zoiets moet implementeren in de regelwetgeving van geneesmiddelen. Ja, nou zeg je, ik heb een alternatief, maar dat is in het buitenland. Wat is dat alternatief dan? De bacteriofagen, dus die virussen. En goed, ik ben dan met de verzekering daarover in conclaaf geweest van, hoe zit dat dan? Ik heb een alternatief gevonden... Wordt het vergoed? Wat doen jullie als verzekering zijnde? Want ik als mama zijnde ga toch eigenlijk werk verrichten voor haar toekomst. Hoe zit het dan met de vergoeding? Maar helaas, ze kunnen niks. Niet. Dus er zijn centjes nodig, want daar komt het eigenlijk op neer. Ja.
Ja. Nu gaat een landelijke partij zich ermee bezighouden. De collega's van de NPO, programma Dokters van Morgen. Ja. Die hebben zich opgeworpen. Hoe is dat contact verlopen dan met hun? Heel fijn. We hebben een contactpersoon die eigenlijk alles vertaald tussen Nederland en Georgië. Mm-hmm. Want daar vindt het plaats in Georgië? Daar vindt het plaats daar, in Georgië. Daar moet de behandeling plaats gaan vinden. Ja, in Georgië helemaal. En die mevrouw die heeft in het verre verleden haar eigen vader als patiënt gehad. Mm-hmm. En laten behandelen met bacteriofagen. Dus ze kende het verhaal eigenlijk? Zij kende het verhaal. Echter was dit een geval dat haar vader toch al behoorlijk op leeftijd was met longontsteking. Mm-hmm. En ook resistent met antibioticum. En was eigenlijk al, lag hij op zijn sterfbed. En die mevrouw die had ook zoiets van, dit kan niet zo zijn dat een simpele blaasontsteking door middel van resistentie de dood voor mijn vader moet betekenen. Nee. Dus die is ook op zoek gegaan en zij is inderdaad toen naar de kliniek in Georgië afgerezen om daar de bacteriofagen op te gaan halen voor haar vader. En die heeft daar gewoon hele mooie contacten opgebouwd en ook de positieve ervaringen opgebouwd. En hoe ben jij met hun in contact gekomen dan? Ja, ook weer Google. Ook weer Google. Ja, goed, als je bacteriofagen intoetst, dan krijg je ook vanzelf contactpersonen daar aangeboden. Mensen die gewoon zich heel goed daarvoor inzetten. Ja, en de NPO kent deze mevrouw. En zodoende heeft de NPO die mevrouw gevraagd van, hebben jullie toevallig iemand die naar Georgië afreist in die periode dat wij daar ook zijn, zodat we haar of hem kunnen volgen? Mm-hmm. En dat is gelukt. En wanneer ga je nou naar Georgië dan? Ja, heel snel al, komende donderdag. Komende donderdag al. aan wat voor bedrag moeten we denken? Wat is er nodig dan om de behandeling? Want het is geen operatie, hè? Nee, het is echt een behandeling. Mm-hmm. Met die bacteriofagen, die gaan ook als een vloeistof, als een drankje, moeten ze die innemen. Ja. Maar je ligt al gauw inclusief verblijf, reiskosten, alles erop en eraan, lig je al gauw een 8.500 euro. Zo, dat is een hoop en dan geld. Dan heb je nog niet eens daar gegeten. Hè? Dus dat moet dan ook nog uitstapjes eventueel om toch wel even van dat negatieve kliniek gevoel ook af te krijgen. Ja. En dan zijn er centjes bij elkaar. Hoe heb je dat bij elkaar vergaard dan? Nou, we zijn een donatieactie gestart. Ja? We hebben de donatieactie eigenlijk gestart om meerdere redenen. Hm? Eerstens, 8.500 euro is een flink bedrag om eventjes zo achteruit je broekzak te halen. Ja. Tweedens willen wij de regering laten zien hoe belangrijk het is dat er geld is voor zulke behandelingen. Mm-hmm. En we hebben via Dream or Donate hebben we een donatiesite aangemaakt. En daarop hebben we ook links en rechts reclame gemaakt via Facebook, collega's gemaild, radio aangeschreven, mm-hmm. tv aangeschreven en dergelijke. Ja, en binnen een maandje zaten we toch wel op een flink bedrag in die richting. En eind van de maand is dat helemaal bijgetrokken. Wauw. Dus dat bedrag is compleet. Dan zou ik bijna vragen, wat doe je nog hier dan? Ja, we zetten alles op alles om de bacteriofagen naar Nederland te krijgen. Ja. Want zoals Meerne zijn er nog meerdere mensen met antibioticumresistentie. Mm-hmm. Erg genoeg. Ook zoekende naar een oplossing. Ja. Dus alsjeblieft regering, zorg dat deze mensen ook gezond kunnen worden. Ja, en vergoed het ook, hè? Want dat is belangrijk. Ja. Heeft Meerne nog broertjes en zusjes? Meerne heeft nog een zusje. En het hele gezin gaat naar Georgië, jullie kunnen allemaal gewoon mee, dat wordt allemaal, dat wordt allemaal geregeld. Ja, dat is allemaal geregeld, financieel ook. Ja, fantastisch toch? En ook door de bazen die het toegekend hebben. Ja, ook belangrijk. Ja. En hoe is het verder met Meerne, buiten dit wat ze heeft? Want ze komt hier heel trots met een ijsje binnen wandelen. Ja. Lieve schat, wil je wat zeggen op de radio en op de televisie? Zeggen? Mag wel hoor. Ja, zij is behoorlijk verlegen inderdaad. Maar dit komt natuurlijk ook voort uit haar schaamte rondom dit probleem. Ja. De blaasontstekingen, zoals iedereen weet, loopt samen met vaak moeten plassen. Ja. Dus ook veel incontinentie in mm-hmm. dit geval. Pijntjes, chagrijnigheden, dat allemaal. Dus ja, als je 4 jaar lang met de neus op de feiten wordt geduwd door allerlei artsen, et cetera, dan ga je je vanzelf een beetje terugtrekken. Ja. En word je een beetje verlegen. Ja, snap ik. En dat legt natuurlijk ook op de rest van haar leven en ook op het gezin. Legt dat dan toch een bepaalde druk? Mm-hmm. Want je kunt natuurlijk niet helemaal fatsoenlijk functioneren. Nee,
ja, we doen met het hele gezin heel goed onze best om haar zo goed mogelijk door het leventje te leiden, hoe ze het nu leidt. Ah, fantastisch. En dat is werk aan de toekomst. Dat is mooi, mooi dat je dat samen kunt doen. Maar nu ga je naar Georgië, dan krijgt ze de behandeling en die krijgt ze maandag, hè? Ja. En dan? Want dan is het gewoon eenmalig iets? Nee, ze moet 12 werkdagen aanwezig zijn in de kliniek. Dat zal een anderhalf uurtje, twee uurtjes om een dag zijn. Mm-hmm. Dan gaan ze goed de behandeling starten. Zij krijgt een vaag op maat gemaakt. Ze heeft een bacterie te pakken die niet standaard is. Daar is ook geen standaard vaag voor te krijgen. Dus ze hebben 6 weken geleden man en macht in werking gezet om de juiste vaag op maat te kunnen maken. We hebben de urine daarheen gestuurd. En maandag start ze dan met het nemen van de eerste vaag. En de loop van de rest van de 11 dagen gaat ze dan onderzoeken krijgen van kijken of hun dan toch het onderliggende probleem vinden. Mm-hmm. Of dat het hoe het verder verloopt met de behandeling natuurlijk. Dus het is controlerend, behandelend en onderzoekend. Mm-hmm. Dus het zijn 3 vliegen in 1 klap. Dus eigenlijk zijn jullie een week of 2 daar en dan daarna kunnen jullie gewoon in feite weer terug? Ja, ja, we hebben er bewust voor gekozen om ietsjes langer daar te blijven. Mm-hmm. Zodat Meerne ook nog eventjes kan bijkomen van alles. Want het is niet niks. Een impact, hè? Een hele impact. Gelukkig is het in Georgië niet zo klinisch allemaal als in Nederland. Dus daar lopen ze ook niet allemaal in witte jassen. En daar is het eigenlijk meer een huiskamer-idee. Het ziet er ook al een beetje anders uit dan allemaal. Ja, ja, en het is daar ook jij en een kind hoort daar in hun ogen niet ziek te zijn. En dat is precies mijn visie van denken ook. Kinderen horen niet ziek te zijn. Nee. En Horen lekker een onbezonnen jeugd te hebben, toch? En lekker kind zijn ook. Ja, en iedereen hoort gezond te kunnen worden of zijn. Fantastisch. Mooi dat dit kan. En dokters van morgen, dat wil zeggen dat alles... jullie worden helemaal gevolgd met Kamo, dus het is straks allemaal te zien. Ja, het is heel spannend. We zijn echt kort dag benaderd geworden door dokters van morgen. En ze vonden het zelfs zo leuk dat Meerne afgelopen zondag de communie deed. Dat hun ook naar het zuiden zijn afgereisd om de communiedag van Meerne te filmen. Ah, oké. Okay. Dus dat is heel mooi. Gefeliciteerd, lieve schat, met je communie. Ja, net allemaal gezet natuurlijk. Ja, precies. Nee, ja, goed. En ze willen Meerne ook in de huidige setting zien. En niet alleen als we in Georgië aankomen. Dus als we in Georgië aankomen, we komen van donderdag op vrijdagnacht aan. Hebben we even een paar dagjes om te klimatiseren. Mm. En maandagochtend staat dokters van morgen ook in de kliniek. Ons op te wachten en blijft inderdaad ons een paar dagjes volgen. En vervolgens, ze zijn daar samen met het RIVM. Het is ook een hele belangrijke... Ja, die zijn er ook dan. Okay. Iets die daar een steentje aan bij kan dragen. En ze gaan daar nog meerdere dingen opnemen. Maar ze zijn al met al een dagje of 4-5 daar. En binnenkort kunnen we het zien. Dan word je toch, ondanks dat dit allemaal natuurlijk heel vervelend is... en allemaal niet fijn is, wordt het toch een landelijke ster. Ja, toch? Absoluut, absoluut. Ja, goed, en als Antoinette Herzenberg dan op zo'n zondagochtend met je broodjes komt smeren tijdens een interview. Want zij presenteert het programma, hè? Ja, fantastisch. Zij doet het programma presenteren, dus dat is echt super. Nou, fantastisch. Ze heeft met de konijntjes gespeeld, nog zelfs met Meerne. Dus. Oh, wat leuk. Nou, dan ga ik jullie vanaf deze plek heel veel sterkte en succes wensen. Ja. Meerne, voor jou? Kleine druif, heel veel succes. Hopelijk komt alles goed. Ja. En ben je straks van je probleem verlost. Want is dat een garantie dat je dan ook dat het probleem dan opgelost is of niet? Er is 50% kans op slagen en 50% kans op zakken, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Zo ook in dit geval. Maar het positiefste van alles, er zijn geen bijwerkingen aan. En als jij voor 50% die kans zonder bijwerkingen zou kunnen krijgen... Ja, pak hem dan. Je hebt toch niks te verliezen. Nee. Dus het streven is met alle doktoren in Nederland en in Georgië om er beter te krijgen. Iedereen doet het uiterste best. Dus dan gaan we hopen dat ze gezond terugkomt. Precies, daar gaan we voor. Dat lijkt me een hele goeie. Ik wens jullie heel veel succes. Een hele goede behandeling van Meerne. En laat daarna even weten hoe het was. En we zien het later terug in Dokters voor Morgen. Ja, is goed. Voor de mensen die nog Meerne willen volgen. Meerne is te volgen op Facebook. Meerne naar Georgië. Of via de site www.meerne.ga. Eventueel mochten er mensen zijn die zeggen van... ik wil toch nog wat voor Meerne doneren. Dat ze daar ook
een lekkere hamburger kan eten of naar de dierentuin kan gaan, dan zijn ze van harte welkom. En alles wat overblijft gaat definitief naar de stichting die zich inzet voor de bacteriovagen naar Nederland te krijgen. Fantastisch, je weet het goed te verkopen, Sonja. Ja. Doe je helemaal goed. Daarom zijn we hier. www.mirna.ga donderdag. Ja, klopt. Okay. Leuk dat jullie er waren. Ja, Mirna en Sonja, en nogmaals heel veel succes en vooral heel veel positiviteit. Ja, dankjewel. Dank jullie wel.